Hallo, ik ben Luc Descamps. Ik ben vandaag de gast in de Luisterpuntbibliotheek en ik kom een van mijn boeken voorlezen uit de Oeboreeks Schimmen in de Nacht. Woont u hier alleen? Vraagt John. August begint te blazen. Dat weet ik niet precies hoor. Ja, wat is lang hè? Maar toch al een poosje hoor. Bent u nooit getrouwd geweest? Wil John weten. Getrouwd? August kijkt haar aan met een blik van waar komt die vraag nu vandaan? Met een vrouw? June haalt haar schouders op. Of met een man? Wat? Met een man? Nee hoor, toch niet met een man. Nee. Laat daar geen misverstanden over bestaan. Ik ben getrouwd geweest met een vrouw. Ons Lucien. Ja, ons Lucien. Is dat ze? Vraagt June met een knikje naar de foto die naast de tekening in een klein kadertje staat. August kijkt de kamer rond alsof hij verwacht zijn vrouw daar aan te treffen. En dan blijft zijn blik rusten op de foto. Ja, daar staat ze. Ons Lucien. Ze is overleden, weet je. Dat had June wel begrepen, eens vraagt. Al lang geleden? Oh, dat weet ik niet zo precies. Maar wel al een poosje, hoor. Tja, mensen gaan dood, hè. Ja, dat is zo, beaamt June. Maar jij nog niet natuurlijk, jij bent jong. God, wat ben jij jong. Ik begrijp niet wat jij bij zo'n oude man komt doen. Op bezoek. Waarom? Omdat ik u aardig vind. Mij? En weer kijkt August de kamer rond om er zeker van te zijn dat ze het niet over iemand anders heeft. Verbaasd ziet hij John knikken. Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Dat ik zeur, ja. Vooral Henriette van aan onze tafel vindt dat. Maar dat is alleen omdat ze dat niet hoeft toe te geven dat ze zelf een grote zeurkous is. Het is altijd wat met die vrouw.